Ja, goedenavond allemaal. En ontzettend fijn dat ik ook de hele avond bij kan zijn. Vorig jaar lukte dat niet, want ik had hiernaast een raadsvergadering. En ik probeerde op tijd te zijn voor de prijs, maar net op dat moment, en de raad is de baas, hè, moest ik iets komen uitleggen. Dus dat was zeker voor de organisatie niet handig. Dus ik zei, dit jaar ben ik er gewoon helemaal. En ik denk tot het eind of ik moet daar ergens van mijn stoel vallen, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Al is het hier erg warm in de zaal. In de burgerzaal van het Leidse stadhuis werden woensdag de Leidse vrijwilligersprijzen uitgereikt. Traditioneel werden de genomineerden toegesproken door de jury. Anja staat namelijk graag in de schaduw. Behalve als het echt nodig is. Dan houdt ze in haar eentje een bus en twee auto's tegen, zodat deze meneer gewoon veilig kan hardlopen. Tussendoor zong zanger Estor van Elten een Leids vrijwilligerslied. Een kleine daad, een groot gebaar. Een stad die maak je met elkaar. Met elkaar. Hulde aan de helden van Leiden. Die ze strijden, mensen verblijden. Kirsten Zitman reikte de toekomstprijs uit aan een jonge vrijwilliger. Ze deed het niet alleen. Anan is namelijk vrijwilliger bij Sleutelstad en die begon daar jaren geleden vanuit een stage voor school. Heeft inmiddels voor ongeveer 7 uur per week een vast radioprogramma, maar vindt het zo leuk dat hij vaak zo'n 4 dagen per week op dit soort evenementen aan het filmen en aan het interviewen is. Dus ik dacht, hoe mooi. Dus wij gaan samen, ja, applaus. Dus wij gaan nu samen weer even de spotlight op Kira zetten. Kira? Hartstikke goed gedaan. Super trots ben ook ik op jou. En ik denk ook, hier zie ik al een paar flink glimmende gezichten. Nog net niet met tranen van geluk. Super goed gedaan. Je bent onwijs bevlogen. Heel betrokken bij wat je doet. En je doet inderdaad heel veel. En je doet het ook met heel veel liefde en zorg voor de mensen om je heen. Dus dat vind ik heel mooi hoe je je eigen levenservaring ook inzet in je vrijwilligerswerk. Heel goed gedaan. Applaus voor Kira allemaal. Jurylid Thijs Hemmes mocht de organisatieprijs overhandigen. Jullie hebben het allemaal wel verdiend. Dat is ook de reden dat jullie met z'n drieën allemaal genomineerd zijn. Maar ja, dan is in die strijd er toch één winnaar komen bovendrijven. En laat dat een hint zijn voor Vereniging de Leidse Watervrienden. Ingrid. Uit handen van wethouder Marleen Dame ontving Anneke Venema de Leidse Vrijwilligersprijs voor haar werk in Museum het Wevershuis. Een standaard uitdrukking. Het gaat dus niet om mij, dat begrijpen jullie allemaal. Het gaat om het Wevershuis. Dus ik hoop binnenkort jullie allemaal te mogen ontvangen in Museum het Leids Wevershuis. We zijn elke middag open van 1 tot 4. Er is een prachtige expositie en het huis is om te zoenen. Vraag maar aan mensen die het kennen. Het is aan de Middelste Gracht 143.